En dan nu het nieuwsoverzicht van maandag 28 november. Voorman van Farmers Defence Force, Mark van den Oever, heeft op YouTube een filmpje geplaatst nadat hij de brief met bijlagen gelezen had die de minister voor stikstof en natuur, Christiane van der Waal, afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer stuurde. De brief van 17 kantjes heet Voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied. Van den Oever zegt in het filmpje... de overheid wil met de tengels aan onze grond komen. Dat hebben we al jaren geroepen... maar nu staan de eerste kleine bewoordingen in de Kamerbrieven. Ze willen een voorkeursrecht op koop... zowel van grond als op stikstof. De FDF-voorman is klaar met overleggen en praten. Hij denkt dat het tijd wordt dat boeren de trekkers weer gaan starten. Uit de brief die minister Van der Wal... Vrijdag aan de Tweede Kamer stuurde, is verder op te maken dat het kabinet de Tweede Kamer begin 2023 informeert over de provinciale doelen voor klimaat en natuur en de structurerende keuzes. Daarnaast worden dan de stikstofdoelen voor onder andere industrie en mobiliteit bekend. De minister wil in het eerste kwartaal van 2023 een landbouwakkoord sluiten. In juli van volgend jaar. Moeten alle provincies de eerste provinciale gebiedsprogramma's in concept gereed hebben? In de tweede helft van het jaar gaat het Rijk de gebiedsprogramma's dan beoordelen. Het kabinet reageerde op de aanbevelingen van Johan Remkes om grote stikstofuitstoters bij natuurgebieden snel te laten stoppen door een stikstofregeling in het leven te roepen. Zo'n 3000 piekbelasters zullen een aanbod krijgen om te stoppen. Of om hun bedrijf flink te verduurzamen. Het bedrag dat zij kunnen krijgen bij de uitkoop kan oplopen tot 120% van de waarde van hun bedrijf. Hoeveel de regeling oplevert moet in het najaar van 2023 duidelijk worden. Met de vrijgespeelde stikstofruimte zou de vastgelopen vergunningsverlening voor bouw- en infrastructuurprojecten weer vlot getrokken kunnen worden. De Pools-Amerikaanse onderzoeksjournalist Matthew Tiermont was dit weekend te gast in het programma War Room van Steve Bannon. Hij heeft sinds eind vorige maand telkens verslag gedaan van de massale democratische protesten tegen de Socialistische Partij na de uitslag van de Braziliaanse presidentsverkiezingen. In het programma gaf hij aan dat het Braziliaanse leger achter de huidige president Jair Bolsonaro staat en dat het leger bereid is zich te beroepen op artikel 142 van de Braziliaanse grondwet. Daarin staat dat het leger orde op zaken moet stellen... als er oneenigheid is tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht... en de samenleving dreigt in te storten. In China zijn massaprotesten uitgebroken. Er wordt gesproken over de grootste golf van burgerlijke ongehoorzaamheid op het vaste land... Sinds Xi Jinping tien jaar geleden aan de macht kwam, de protesten vinden plaats in onder meer Shanghai, Beijing, Chengdu, Wuhan en Guangzhou. De Chinese overheid zet nog steeds in op het zero-covid, maar in tegenstelling tot voorgaande maanden komen de Chinezen nu massaal in opstand. De demonstranten verwijderen de PCR-testtenten en eisen dat de Chinese communistische partij en Xi Jinping aftreden. En dan het weer. Vandaag wordt het een bewolkte dag waarbij lichte regen of motregen niet uitgesloten is. Later op de dag wordt het vanuit het zuidwesten geleidelijk droger. De maximumtemperatuur ligt in het noorden rond de 8 graden, terwijl het kwik in het zuiden van het land stijgt tot maximaal 10 graden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het nieuwsoverzicht.